WNL Seizoele Zomernacht. Vakantieliefde is van alle tijden. Misschien heb je wel eens een week lang gescharreld met een Brits meisje in Lorette, of dacht je dat je de ware liefde gevonden had op een camping in Zuid-Frankrijk. Maar we weten eigenlijk allemaal dat het nagenoeg onmogelijk is om die vakantieliefde vervolgens in eigen land ook in stand te houden. Liefdesdokter van dienst is vanavond Angèle Nederlof. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mevrouw Nederlof, hoeveel zomerliefdes heeft u eigenlijk zelf gehad? Nou, ik heb er vroeger toch wel een aantal gehad, moet ik zeggen. Jazeker, en één zeer serieuze hoor, dat ik echt heb getwijfeld of ik dat aan moest houden of niet. Een wilde tiener. Wat zeg je, sorry? Een wilde tiener. Nou, een experimenterende tiener. En dat is natuurlijk wel het voordeel van de vakantieliefde, want dat kun je natuurlijk goed doen in zo'n periode. Maar hoe werkt dat? Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit echt een vakantieschouwel gehad. Ik vind het toch altijd lastig. Moet je daar nou contact mee houden of niet? Nou, het ligt ontzettend aan waar die persoon woont. Ik bedoel, als het heel ver weg is, wordt het natuurlijk veel moeilijker om het contact te onderhouden dan wanneer het natuurlijk vlak bij jou in de buurt is. Ja, je zou kunnen zeggen via Facebook of wat dan ook, maar ja, het is wel heel erg mager. Dus ja, het zal er van afhangen wat voor ervaring je ermee hebt gehad. En je hebt natuurlijk altijd mensen weer met het gevoel van liefde op het eerste gezicht. En die zullen zeker hun best blijven doen om het contact levend te houden. Ja, is iemand op een vakantie niet veel leuker dan daadwerkelijk terug echt in het dagelijks leven? Die kans is wel heel erg groot. En niet alleen de persoon, maar ook het weer. Men is meer ontspannen. Je gaat gezellige dingen doen. Je gaat misschien uit. Je doet meestal dingen die je thuis, waar je niet aan toe komt. Dus dat maakt natuurlijk wel uit. Jazeker. Maar zijn ze nog van deze tijd, die zomerliefdes? Ik vermoed van wel. Ik zou niet weten waarom niet. Liefde is van alle tijden. Dus ik denk het wel. Zeker, zeker. En je kan ook, zeker als je jong bent, is het natuurlijk heel erg leuk om te experimenteren ermee. Want dan ontwikkel je ook veel meer gevoel voor relaties. Ja. En je moet rekening houden met elkaar. Je merkt dat de ander het niet prettig vindt. Als je niet op tijd komt, dan ga maar zo door. Ja, de een houdt niet van zwemmen. De ander niet van te lang op het strand liggen. Precies, die dingen die je die gebeuren misschien dagelijks niet. Maar die natuurlijk in een relatie ook kunnen plaatsvinden. Ja. Mag ik dan toch even terug naar die één zomerliefde van u? Ja. Want er was er dus één serieuze bij die na de vakantie ook nog even stand hield? Nou, dat is eigenlijk zo. Ik was aan het rondtrekken met mijn rugzak. En ik ben een jaar weg geweest uit Nederland. En dat was naar de andere kant van de wereld. En toen hebben we wel een paar maanden contact kunnen houden. Maar in die maanden heb ik wel goed uit kunnen vogelen of ik daarmee verder wilde of niet. En het werd hem niet? Nee, het werd hem toch niet. Nee, bij nader inzien. Maar ik heb er zeer veel van geleerd. Dat is in ieder geval wel. Heb jij eigenlijk vakantieliefdes gehad, Merel? Ja, wel. Nou, voor klapjes. Ja, ik ben benieuwd. Terug naar een ver verleden. Ik heb op mijn 16e een keer een vakantieliefde gehad. Toen was ik, er komt er eentje terug met wie ik heel langdurig in een tentje heb gelegen. Krijg je de kriebel van als je dat wat zegt? Nou, niet echt. Oh, maar zo erg. Nee, niet echt. Nee, het was wel spannend en het was ook heel leuk. Maar uiteindelijk duurde het een week en daarna was het ook wel heel erg klaar. Maar ja, toen had je nog niet Facebook en Twitter. En je had nog niet al die manieren om echt goed met elkaar in contact te kunnen blijven ook. Dat scheelt ook wel hoor. Ik ben op dit moment dan 18. Is het nog wel mogelijk, laat maar zeggen? Is het niet echt juist voor de jongere garde, tenminste de 16-jarigen? Mm-hmm. Ja. Ja, is het niet zo dat die juist de zomerliefdes hebben? Ik denk dat het wel mogelijk is. Ja, zeker wel. Alleen ja, ik heb wel de indruk dat er vaak veel meer drank en dergelijke aan te pas komt dan in mijn tijd. Dus dat kan ik dan niet helemaal vergelijken. En dat vertroebelt het natuurlijk wel. Want dan doe je ook dingen die je normaal niet zou doen. Maar ik denk dat het kan toch heel erg leuk zijn. Je voelt je ook niet alleen op vakantie. Soms ben je met je ouders en denk je, nou weet je, het is veel leuker met al die andere jongeren. En ja, het kan heel spannend zijn. Ik kan me herinneren dat ik zelf ooit eens, dan gingen we gewoon zitten zoenen in een sloot en zo. Dingen die je normaal niet doet. In een sloot? Ja, dat vonden we dan verborgen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, we hebben het nu alleen over die vakantieliefdes. Maar is het zo dat ook getrouwde stellen en zo in de zomer een betere relatie hebben? Ja, het ligt er wel een beetje aan op welke manier ze op vakantie zijn gegaan. Als we al erg op gespannen voet stonden met elkaar, dan zal het natuurlijk een stuk moeilijker zijn. Juist ook omdat je dan op elkaar licht veel meer zit in het algemeen. Maar je hoort nu natuurlijk dat er veel meer mensen ook in eigen land blijven of niet het geld hebben om naar het buitenland te gaan. Ja. Als het lekker weer is, is dat goed voor de relatie? Ja, ongetwijfeld.
mooi weer is volgens mij bijna goed voor alles. Dus ook zeker voor relaties. Het is natuurlijk veel gezelliger. Je kan naar buiten gaan. Je kan een wandeling over het strand maken. Er zijn, ja, het geeft een totaal andere sfeer. Vind ik zelf ook, hoor. Ja, maar met z'n tweeën in een tentje kan ook heel erg op de irritatie werken. Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel dus, maar het is net afhankelijk ook van hoe je op vakantie bent gegaan. Ja. Soms gaan mensen op vakantie omdat ze denken, nou, we gaan eens kijken of we nog wat voor elkaar voelen. En ja, als je dan in een krap tentje jezelf allemaal om moet draaien, met elkaar rekening moet houden, is dat de vraag of dat een goed recept is op zo'n moment. Hoe zit u op dit moment in de relaties? Ja, je bedoelt waar ik mee werk of mijn eigen relatie? Nee, ja, gewoon in uw thuissituatie. Ja, ik zit heel erg gebeiteld ondertussen. Een beetje onder de plak? Nou, dat niet hoor. Nee. We hebben echt wel heel hard gewerkt aan onze relatie. We zijn al 30 jaar bij elkaar. En een heerlijke vakantie gehad, neem ik aan. Ja, wij hebben een heerlijke vakantie gehad. Maar ik moet je er wel bij zeggen, we hadden allebei, en dat vind ik vaak toch ook wel heel belangrijk, van tevoren geëxperimenteerd met allerlei relaties. Dan weet je veel beter wat bij je past en wat niet bij je past. Oké, de laatste vraag. Ja. Wanneer waren de vakanties nou beter? Toen je single was of nu je een relatie hebt? Ja, voor mijzelf geldt nu ik een relatie heb. Maar ja, onze interesses lopen parallel. Dus die lopen niet uiteen. We vinden allebei hetzelfde leuk. Dat geldt natuurlijk wel als je met de een naar een hotel wil en de ander wil kamperen. Die mensen zijn er. Die koppels hebben wij ook wel eens in onze praktijk. Ja, dan wordt het wel veel lastiger. Die mensen gaan vaak apart op vakantie. Maar dat is toch juist het mooie als je single bent. Dan kan je toch juist diegene opzoeken die ja, hetzelfde wil doen als je. Ja, maar Rens, dan lig je natuurlijk wel in je eentje in dat tentje. Nee, niet dat je die persoon gevonden hebt. Nee, maar dan heb je wel een punt hoor. Want dat is natuurlijk weer wel zo. Maar ja, je kan je ook weer heel eenzaam voelen. Ja, het is allemaal dubbel, hè? Dat is natuurlijk lastig. Ja, ik merk alweer, ik ben hier de enige single, dus ik weet er het minst van af, jongens. Angele, heel erg bedankt. Dat weet jij juist heel goed, denk ik dan, toch? Dat kan je zelf doen. En zo kan je het ook bekijken. Had jij een zomerliefde eigenlijk deze zomer, Rens? Ik ben naar Albuvera geweest, maar ik heb niemand... Ik zat in een huisje met mijn zus en ik heb niemand daarmee naartoe weten te krijgen. Dat is ook knap, toch, mevrouw Nederlof? Ja, dat vind ik ook. Nou, dat is wel heel erg jammer. Maar misschien dat je daar op het terrein waar je bent ook mensen ontmoet. Er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden waar je mensen kunt ontmoeten en zo. Maar aan de andere kant, liefde op afstand kan ook heel romantisch zijn. Als je terugdenkt aan situaties of je bent lekker op vakantie en je denkt dan weer terug van, oh, dat was leuk, dit of dat. Ja, waarom niet? Een goede herinnering is nooit weg. Ik heb heel veel van mij geleerd. Heel erg bedankt. Oké, bedankt. Fijne dag verder hoor. Dag. Ja.